de provinciale verkiezingen staan voor de deur. Misschien zeg je dan niet zoveel, maar dit jaar is wel speciaal, want we hebben twee kandidaten uit de Kempen op de lijst staan. Ria van Amstel uit Winterree en een kandidaat uit Bladel. Jeltje, stel je je voor. Ik ben Jeltje Straatman, 23 jaar en ik studeer rechten in Tilburg, maar ik kom eigenlijk uit Bladel. Ik heb hier ook op een Mariaschool gezeten, ik heb jaren rondgelopen op Pius X College. En zelfs mijn passie voor voetbal is hier begonnen bij de voetbalclub Bladella. Dus mijn roots die liggen echt hier in de Kempen. Waarom zouden de mensen op jou moeten stemmen, Jeltje? Ik denk dat er te lang over jongeren is gepraat in plaats van met jongeren. Neem nu het leenstelsel. Er moet een einde komen aan de schuldenberg voor studenten en we moeten heel snel terugkeren naar de basisbeurs. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat bouwen prioriteit nummer 1 wordt van de provincie. Er is een groot tekort aan starterswoningen, ook hier in de Kempen. Hoe kunnen de mensen op jou stemmen? Lijst 2, nummer 19. Want in 2019 stem je 19. Heel veel succes, Jeltje.